Nibbles. Kijk, ik vond het een onnodige, maar wel terechte nederlaag. Ik vond dat de eerste helft was het gelijk opgaand, waarbij ik wel vond dat wij het initiatief hadden. Maar we goed stonden. Via een afstandsschot van Willy dan, het is niet eens een kans, maar in ieder geval een grote mogelijkheid hadden om te scoren, die onderkant lat ging. Ik denk dat het niet heel aantrekkelijk was om naar te kijken, omdat er weinig voor beide doelen gebeurde. Ook Roda was daarin, vond ik niet echt gevaarlijk. En ik vond dat we grip op de wedstrijd hadden. De tweede helft vond ik dat een ander verhaal. Toen vond ik dat Roda beter was. En voordat die eerste goal viel, voelde je gewoon al aankomen van hey, we raken de grip op dat middenveld, raken we kwijt. En dat kwam, het veld werd te lang. We verdedigden niet meer goed genoeg naar voren. We kwamen er niet snel genoeg meer af. En dan roep je het op een gegeven moment over je af. Als je dan toch naar de doelpunten kijkt, en dat hebben jullie natuurlijk ook allemaal zelf kunnen zien, dan geef je die zelf op een knullige manier weg. De tweede komt ook veel te snel achter de eerste aan. En op het moment dat je toch die aansluitingstreffer maakt en dat je denkt van hey, daar zit misschien toch nog wat in vandaag. We kunnen misschien toch nog wat halen hier. Dan valt die derde daar gelijk weer achteraan. Dat is voor ons op hele slechte momenten. En dat heeft Roda gewoon goed gedaan. En daarom vind ik ook op basis van die tweede helft een terechte overwinning. Oké, dankjewel. Dat is worden aan Halverveld over. Nou, ik denk dat het ook een juiste analyse is. Ik denk dat wij vooral de eerste helft veel problemen hadden met hun positiespel. Dat zij inderdaad ook het betere spel hadden. En natuurlijk qua kansen was het niet zo extreem. Alle twee wat kleine fases voor het doel. Maar van onze kant ook zeker veel te weinig om Heracles in de problemen te brengen. En als je dan de grip niet hebt en je speelt thuis, nou goed, dan heb je toch wel wat dingetjes te bespreken onder de rust. En ik denk het grote verschil was dat we eigenlijk ook de tweede helft eigenlijk de druk hebben gezet om een positiespel eigenlijk uit te schakelen. Dat lukte eigenlijk veel beter. Waardoor wij eigenlijk ook zonder te veel achter de bal moesten lopen, sneller de bal recupereren. Daarin sneller konden omschakelen en steeds gevaarlijker werden. En het was zo, je voelt in het doelpunt eigenlijk komen. Er waren al wat fases waar we zeer goed infiltreerden. Waar we eigenlijk de verdediging uit elkaar aan het trekken waren. Omdat die flanken natuurlijk ook vrij waren. Nou, het is dan zo dat het eerste doelpunt is dan bevrijdend. Je maakt meteen de 2-0. En dan heb je eigenlijk alles onder controle. Nou goed, dan komt er ook bij ons een misverstand. Maar daarin heeft de groep zeer goed gereageerd. Meteen in een minuut of 2 minuten erachter maak je de 3-1. En dan heb je de controle over de wedstrijd terug. En dan speel je eigenlijk heel rustig en gemakkelijk uit. Heel belangrijke overwinning. Ook een goed elftal waar we tegen gespeeld hebben. Ik ben zeer blij met toch de mentaliteit. Toch met onze toch progressie die we maken. Het is soms nog met vallen opstaan. Het is soms ook nog wel wat zoeken om het juiste evenwicht te hebben in alle linies. Maar de groep reageert goed, ook op de aanwijzingen die we er kunnen geven. En op basis van dat, goed, kijken we toch omhoog. En is het heel positief wat er vandaag gebeurd is. En dat geeft alleen de nodige vertrouwen om volgende week weer met een goed gevoel naar de Graafschap te gaan. Ja, dank u wel, Al. Dan zijn er vragen, een van de beide trainers. Dat is geen enkele vraag. Goed, en dank jullie voor de aandacht. Dan zeg ik Heracles, goede terugreis. En wij zien elkaar graag weer bij de volgende thuiswedstrijd in Paxa Plimmerstaan. Dank u wel. Succes nog. Succes nog.